Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De Europese weerkaart laat weinig warmte zien. Een groot deel van Europa heeft groene kleuren, oftewel temperaturen tussen de 5 en de 15 graden. Alleen in de bekende berggebieden is het wat kouder, ook in Scandinavië en in Rusland. En in het zuidwesten van Portugal en Spanje komen de temperaturen boven de 15 graden. Maar dat gaat veranderen, want de drugsystemen komen enigszins in beweging. Op de weerkaart van vandaag nog een groot hoge drukgebied boven het westen van Rusland. Die is vrij standvastig, maar regengebieden komen wel in beweging. En dat zien we als ik het in, ook in beweging zet. Behoorlijk wat neerslag boven Italië, geleidelijk ook meer regen in de buurt van Portugal en Spanje. Vooral dan in het westen en zuidwesten. En voor de rest van Europa geldt eigenlijk dat de luchtdruk gaat stijgen, dat de zon flink gaat schijnen en dat het kwik daardoor winst kan gaan boeken. In ons in Nederland gaan we de temperaturen zien oplopen en dat geldt voor een groter deel van Europa. Vanavond temperaturen van een graad of 8, dat is al rond 8 uur vanavond, trekken nog steeds een paar hoge wolkenvelden over het land en zijn ook brede opklaringen en blijft droog. Ook vannacht een afwisseling van brede opklaringen en een paar wolkenvelden, ook dan droge omstandigheden, temperaturen dalen tot 2 graden en lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. In zeer lokaal is ook een mistbankje mogelijk, ik denk dat het verkeer daar geen last van heeft. Morgen overdag, dan prima weer, al zeg ik het zelf. 15 tot 17 graden, maar liefst in het binnenland. In de kustregio is het iets onder de 15 graden. Met op de wadden de laagste temperaturen. Daar een of eh, 12, doordat daar de wind uit het noorden gaat waaien. In de rest van het land weinig wind, maar wel uit een oostelijke richting. En daardoor dus die hoge temperaturen. Heerlijke lentedag, mooie omstandigheden, geregeld zon en ook wat hoge wolkenvelden. De woensdag lijkt op de dinsdag, behalve dat die noordelijke wind op steeds meer plaatsen terrein gaat winnen. Daardoor gaan de temperaturen ook wat dalen in de kustprovincies. Maar zo van Groningen via Utrecht naar het westen van Brabant blijven de temperaturen boven de 15 graden uitkomen. Langs de oostgrens wordt het 17, misschien zelfs 18 graden. In de kustregio dus duidelijk lagere temperaturen, op de stranden zelfs een graad of 8. Donderdag houden we de noordelijke wind. En dan wint de minder zachte lucht overal terrein. Temperaturen tussen de 7 en de 10 graden. Misschien in het oosten nog een paar graden warmer als het iets langzamer gaat. Maar uh, dat de temperatuur naar beneden gaat, dat is duidelijk. Ook wat meer wolkenvelden, maar het blijft donderdag nog wel droog. En vrijdagochtend hebben we dan de zonsverduistering. En de grote vraag is of we die gaan zien. Want vanuit het noordwesten komen er dikkere wolken aan. En daaruit gaat regen en motregen vallen. Huidige berekeningen zeggen. In de loop van de ochtend. Dat betekent dat het zuidoosten de zonsverduistering wel ziet. Maar dat in het noordwesten de zon vooral verduisterd is door de dikke wolken. Die timing die kan nog wel een beetje veranderen. Dus uh, we moeten het nog even afwachten hoe het precies gaat verlopen. Dan nog even de ontwikkeling van de temperatuur. Nou, morgen en overmorgen zijn veruit de zachtste dagen. En daarna gaat het kwik duidelijk naar beneden. En helaas in het weekend weer de laagste waarde. Net zoals het afgelopen weekend. Daarna een licht herstel, maar temperaturen richting de 15 graden, die lijken niet snel te komen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u al een heerlijke dinsdag toe.